We zitten hier in de Japanse tuin in Hasselt en het is het Chrysanthemumfestival. Dat is de Kiku Matsuri. Dat is ook in Japan een heel belangrijk event voor de chrysanthen. En wij hebben dat dit jaar onder leiding van mij allemaal florale kunstwerken gemaakt. Er zijn 17 florale kunstwerken. We hebben 15.000 chrysanthen en een 3.000 planten ongeveer verwerkt in dit project. Het is zo dat ik in deze tuin echt zen wou houden. Het thema is ook East meets West. Dus ik als westerling maak in een Oosterse tuin mijn creaties. En ja, er zijn wel grote dingen. Er zijn creaties bij van wel 3 meter hoog en 8 meter lang. Maar toch proberen we het zen-gevoel te bewaren. Het is echt geweldig. Het is onvoorstelbaar hoe dat Philippe Bas het allemaal heeft kunnen klaarmaken. Ik wil hier elk jaar dat willen zien. Dus dat was heel mooi, ja. De kleuren en de constructies die allemaal gemaakt zijn, dat vraagt toch wel een en ander werk en toch wel chapeau. Hier ter plaatse zijn we 10 dagen bezig met een 30-tal vrijwilligers, dus dat is wel heel lang. Dan hebben we ook nog 10 dagen daarvoor in de winkel eraan gewerkt. En we zijn toch al maanden daarmee bezig. Ook alle laswerken, daar zijn we toch al 8 tot 12 weken mee bezig. Irissenbrug. Ja. Dat vond ik het mooiste. Ja. Super, super goed. De moeite om te bekijken. Prachtig gewoon. Want ik wil echt nog terugkomen straks om het met het avondlicht nog een keer te zien. En deze week ga ik zeker nog eens terugkomen. Want het is zo mooi.